Ja, ik ben naar Marokko geweest, naar Marrakesh, dus was wel even genieten. Maar wel doorgetraind ook, of niet? Ja, dat wel. Om toch wel fit aan het nieuwe seizoen te beginnen. En wat heb je dan gedaan? Ja, hard gelopen voor mezelf en ja, een beetje buiten voetballen, pleintje. Ja. Dat blijf je altijd, hè? Pleintjes voetballen. Ja, voor altijd ook. Ja. Hey, toch gebeurden er wel opmerkelijke zaken in de zomerstop rondom jouw persoontje. Want Ajax wilde je hebben voor jong Ajax, hè? Klopt dat? Ja, voor alle duidelijkheid, ik weet daar niks van. En zodra wat concreet gaat spelen, ja, dan weten jullie dat ook wel gelijk. Ja. Maar je hebt niks gehoord van Ajax? Ik heb helemaal niks gehoord. Nu lees ik dat overal in de media, maar daar klopt dus helemaal niks van. Ja, blijkbaar wel. Okay. Want jouw zaakwaarnemer heeft er ook niks van gehoord? Nee. Okay. Zou je het willen? Ja, dat weet ik nu nog niet. Daar moet ik nog over denken, maar zover zijn we nog niet. Ja. Want het verhaal was dat jij naar jong Ajax zou kunnen. Dan blijf je ook in de Super League voetballen. Is dat wat? Of denk je van dat hoef ik liever niet? Ik wil gewoon echt naar de Eredivisie dan? Ja, ik wil het liefst naar de Eredivisie en dat heb ik ook een paar keer gezegd. En nu even afwachten wat concreet gaat worden. Want wat veel mensen niet weten is dat je eigenlijk al een keertje afgezegd hebt toen je van Kwik naar Sparta ging. Ja, toen moest ik daar in de A2 gaan voetballen en ik koos liever voor Sparta 1 en daar had ik ook een beter gevoel bij. Dan zeg je zelf al, ik wil het liefst naar de Eredivisie. Heb je dat idee nog dat je misschien deze transferperiode een transfer kan maken? Ja, daar kan ik nu niks over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen, dat ik mij nu vol focus op Sparta en dat ik hier voor de voorbereiding ga. Ja. Dan Sparta dit jaar, als je er blijft voetballen. Wat moet jullie doelstelling zijn dit jaar, denk jij? Ik denk promoveren. Via de play-offs of kampioen worden. Eén van twee. Maar we hebben nu twee keer misgelopen, net niet. En hoop dat de derde keer net wel is. Ik hoop het met je mee. Dankjewel.